de krukjespenning 2017. Voor Onno Dwars. Van harte proficiat. Dank u wel. En een stimulans om door te gaan met al dat goede werk dat je doet in de bouw. En je hebt voldoende enthousiasme overgebracht met de film. En als je dat doet zo in het werk, dan weet ik zeker dat er ook voldoende klanten te vinden zijn. Precies zoals je het zei, van die markt, die is er wel degelijk. Theo Beatrix, hartelijk dank. En dan zijn hier natuurlijk de bloemen en de felicitaties van de juryvoorzitter Thomas Rauw. Anno, gefeliciteerd. Ik denk, jij bent ook een voorbeeld van hoe je niet een klant bedient, maar hoe je probeert gewoon een markt te creëren. En daar ben je echt een... Nou, daar ben je fantastisch in. Dank je wel. Alsjeblieft. Dat is het juryrapport. Dank je. Kunt alles nog een keertje nalezen. En dat is ook misschien ook voor de mensen die jou begeleid hebben. Ja. Dank je wel. Ja, dank je. Zal ik het juryrapport even voor jou nemen? Ja, alsjeblieft. Hij moet wat groter eigenlijk. Nou, even inzoomen. Goed. Oké, foto's. Thomas Rauw. Ja. Deze man heeft dus de krukjespenning gewonnen. Om al die redenen die hierin staan, die je ook al genoemd hebt in ons gesprekje net, ja. Die we gezien hebben in de film. Maar er zijn misschien nog wel een paar dingen die je over hem of tegen hem zou willen zeggen. Daar heb je nu de gelegenheid voor. Nou, kijk. Ik wil het even persoonlijk maken. Ik ken Onno nu ongeveer 10 jaar. Ik kwam hem voor het eerst tegen bij een project in Driebergen. En daar hebben we geprobeerd een soort ontwikkeling los te krijgen. En hij was een senior en hij kwam met een junior. Hij kwam met een senior mee. En ik dacht van, oh mijn god, wie krijgen we nou? Nou, weer zo iemand. En hij zat aan tafel en hij wist gewoon alles over duurzaamheid. En... daar is eigenlijk een band ontstaan. Ik was ongelooflijk onder de indruk van zijn bevlogenheid. En eigenlijk hebben we sinds die tijd ook een heel enge... Dat is niet de reden dat je de prijs hebt gewonnen, even voor de helderheid. Maar we hebben in die tijd een heel enge band opgelopen. En ik waardeer heel bijzonder jouw authenticiteit. En dat je altijd doet wat je zegt. En ik denk dat is in deze tijd toch heel erg bijzonder. En we hebben... Heel gewaagde dingen zijn er op de markt gekomen, met name door jou. En ik denk dat Nederland daar later zal achterkomen wat ze allemaal aan jou te danken hebben. Dankjewel. Thomas Rauw, Theo Beatrix, dankjewel. Blijf nog even bij me. Ze staan je wel goed hoor. Je eerste reactie. Ik werd natuurlijk gebeld over de prijs. En toen ik hoorde wie in de jury zat, was ik echt buitengewoon vereerd. Zo erg vereerd dat ik dacht, ja, maar horen deze mensen niet de penning te krijgen? Met deze complimenten word ik de haas verlegen van. Daar ben ik niet heel snel en zeker niet op het podium. Maar ik vind het een eer en ik hoop dat het iedereen aanmoedigt om gewoon echt 100% de 17 doelen van de United Nations is de 100% inzet die we moeten geven in de basis. En wat ik werkelijk waar hoop, dat we naar 140% gaan. Waarom? Persoonlijk vind ik de 100% van de United Nations vind ik echt de ondergrens. Een energie-neutraal gebouw, daar redden we het vandaag de dag niet meer mee. We moeten oprecht naar energieleverende gebouwen, want we gaan niet iedereen meer meekrijgen in het tempo wat we moeten gaan. Dus ik vind de oproep aan iedereen wat je doet, kijk niet naar je project... Maar kijk naar je omgeving en de impact die je kan creëren. En we hebben samen met Alliander, hebben we bijvoorbeeld 1,5 miljoen kilowattuur duurzame energie opgewekt op het gebouw. Maar met de samenwerking met heel veel mooie partijen, hebben we 2,5 miljoen kilowattuur weten op te wekken in de omgeving. En ik geloof er oprecht in, en dat zie ik in projecten die we doen met nul op de meter woningen. Als je de omgeving erbij betrekt, is je impact vele malen groter. En gaat het veel sneller. En ik wil dat echt iedereen oproepen. We hebben te weinig tijd om de snelheid te kunnen maken. En we moeten echt vol gas naar die 140%. Dus wij gaan te langzaam, te weinig. We gaan veel te langzaam en veel te weinig. Mijn kinderen zijn nu ook mee. Dat heeft een speciale reden. Mijn jongste zoon is vandaag 5 jaar geworden. Ah, van harte gefeliciteerd.
Ik wil, op een verjaardag wil ik maximaal bij mijn kinderen zijn. Want als je over het belangrijkste hebt, dan zijn zij het. Maar zij zijn ook het voorbeeld van denken. En natuurlijk, bij ons thuis gaat het iets meer over de windmolen en de zonnepanelen dan een gemiddeld gezin. Maar voor hun is het gewoon om het slaaplampje eruit het stopcontact te trekken. Ook al gebruikt heel weinig energie, omdat anders de zonnepanelen opgaan. Met die gedachte groeien zij op. En ik vind oprecht, we hebben niet de tijd om te wachten tot de volgende generatie groot is, dat er dan pas duurzaam en circulair worden gehandeld. En dan heb ik het dus over het tijdsaspect van, we hebben het over 15 jaar. En dan heb ik het niet meer over het tijdsaspect van 30 jaar. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Jij zit hier niet alleen professioneel, maar met hart en ziel in, geloof ik. Ja, en alles wat daarbij omheen mogelijk aan te wenden is, ja. Ja, oprecht, het gaat me aan mijn hart als ik alles zie wat in de omgeving gebeurt. En het gaat me ook aan mijn hart de kansen die er ligt en soms de eenvoud die het is om een verandering te maken. Waar ik bijvoorbeeld de Rabobank hoor spreken over financiering. Het is vandaag de dag al mogelijk om 9000 euro extra te financieren in een bestaande woning, om die minimaal 3 labelstappen te laten maken. Als dat vandaag de dag al mogelijk is, laat het dan een plicht zijn voor elke hypotheekadviseur om die 3 labelstappen nu te maken bij elke transactie. Daar hoeven we niks voor te veranderen. Daar hoeven we geen wet en regelgeving voor te veranderen. En door het gesprek aan te gaan met de mensen, durf ik erom te wedden dat ze zelf nog een keer hetzelfde bedrag doen. En we gaan nog vele malen harder dan dat we tot op heden doen. En zo ligt overal die kansen. We hebben gestandardiseerd dat vleermuizen in dakgrootte kunnen komen. Al dat soort aspecten. Het kan standaard. Het is alleen de kwestie, stel je wel de juiste vragen aan elkaar en heb je wel de juiste ambities. En die 17 doelen oproep, ik zou het iedereen mee willen geven en ik wil dat eigenlijk de ondergrens maken van elke handeling van het bedrijfsleven wat ze vandaag de dag doen. En ik vermoed dat jij ook wel iedereen, elke opdrachtgever van jullie in zo'n 140% gebouw zou kunnen praten. Het zou niet kunnen, het gebeurt. Ja. We hebben uiteindelijk de eerste corporatie weten te verleiden een nul op de meter te kopen. We hebben uiteindelijk de eerste beleggers in Nederland verleid dat te doen. En als je het gesprek aangaat met hun, kunnen ze je op het eind van het gesprek precies vertellen waarom ze het de volgende keer weer gaan doen. Om de hele simpele reden, het is gewoon een businessmodel. En het is goed voor nu, maar zeker goed voor de toekomst. En alles wat je niet duurzaam investeert vandaag de dag, investeer je in waardeloosheid. En dat is iets wat niemand wil doen. Het is ook wat Thomas Rauw zei, de krukjespenning gaat naar iemand die door roeien en ruiten gaat. Iemand met een harde kop, een dwarsdenker, dwars wordt wat ze in de neem. Ben jij zo iemand? Ga jij ook, maak jij vijanden? Je had het net over mensen die weerstand oproepen. Dit is wel een mannetje die ook af en toe weerstand oproept, denk ik. Ja, gelukkig heb ik een soort schild om me heen, dat ik niet alle signalen doorkrijg qua weerstand. Want dan wordt de stroom waar je in loopt te roeien wel heel erg zwaar. Dus ik richt mij voornamelijk op de positieve energie die je dagelijks krijgt en niet op de negatieve energie. Dat is een heel mooi diplomatiek antwoord. Hier is het juryrapport. Nogmaals gefeliciteerd. Hartelijk dank. Onno Dwars.